De verhalen van Asterix en Obelix. Wie kent ze niet? Ze kwamen overal in het Romeinse Rijk, behalve in Nederland. Daarom besloot stripuitgever Mark de Lobby zelf het initiatief te nemen om een stripboek uit te geven over de Romeinen in Nederland. De Romeinen deel 1, de Betaafse opstand, zo zal het gaan heten. Mijn meester schetstekenaar Tim Arns verzorgde de schetsen. Hij moest zich wel even inlezen over die periode van de geschiedenis. Ik heb wel uh, uh, op school van alles erover geleerd, maar dat was wel best wel weggezakt. En het meeste wat ik wist was eigenlijk van Asterix, dus uh, Asterix en Obelix. Dus dat um, was best wel weggezakt. Um, maar toen ik het verhaal las en, en uh, ook de documentaire van de NPO zag, het verhaal van Nederland, dat ging ook nog op dit in. Toen uh, was ik eigenlijk wel weer goed ingelezen. En... Er zit ook achter de strip een heel historisch geweten die, uh, ja, die heel goed um, documentatie aanleverde en allemaal dat soort dingen. Met alle documentaires die Tim kreeg over deze periode van de geschiedenis kon hij beginnen met schetsen. Al moest hij zelf nog wel een paar dingen zelf onderzoeken. Uh, nou, je gaat wel eerst een beetje op zoek van uh, ja, hoe teken je nou zo'n Romeinse uitrusting bijvoorbeeld. Uh, hoe waren de betaven gekleed destijds, voor zover ze het weten. Um, dus dat, dat is eigenlijk nog een hoop onderzoek. Dat werd al voor mij gedaan, maar ik moest het wel vertalen naar een tekenstijl. Uh, dus toen ik eenmaal wat karakters had geschetst en, en uh, dat soort dingen, toen kreeg ik de scenario-pagina's binnen. Dus daar heeft de, de schrijver die heeft dan de, de pagina al een beetje ingedeeld met wat er op welk plaatje gebeurt. En vervolgens uh, ga ik dat uh, netjes uitwerken in, in uh, stripvorm. Het tekenen van de schetsen voor dit stripboek kost Tim wel wat meer tijd dan normaal. Een strip als deze uh, is het best wel een hoop schetswerk. En, en het moet vaak heen en weer naar de, uh, het historisch geweten in dit geval. Uh, om te kijken of alle kommetjes en potjes en, en uitrusting uh, dingetjes wel kloppen. Um, maar gemiddeld met schetsen ben ik dan anderhalve dag bezig. En vervolgens uh, werk ik dat er nog uit in Oost-Indische inkt. En dat kost me ook nog een werkdag. Dus zeg maar tweeënhalf, soms drie dagen per, per bladzijde. Nu het stripboek af is, is de vraag of er nog meerdere delen komen... over de Romeinen in Nederland. Uh, we zijn nog in, uh, in gesprek daar, daarover. Um, de opdracht ligt wel bij de, het schrijven om, om uh, een tweede verhaal uh, te gaan schrijven. En uh, dat komt dan in de reeks, maar dat wordt waarschijnlijk wel een verhaal... in een andere periode, de, weer een andere opstand of een ander iets wat hier in Nederland uh, zich afspeelde. Als het tweede deel er ooit komt... Hoopt Tim er weer aan mee te mogen werken? Het is wel leuk als je een serie start, dat je er ook zelf verder mee gaat. Dus, uh, ja. Het boek zal vanaf 1 april te bemachtigen zijn in de Nederlandse boekhandels.